gaan we kijken naar buffers, of eigenlijk moet ik zeggen bufferoplossingen. En als voorbeeld gebruik ik een zure bufferoplossing. Ja, en we gaan dus kijken naar een zwak zuur, want een zure bufferoplossing maken we altijd met een zwak zuur en zijn geconjugeerde base. Als voorbeeld heb ik azijnzuur en de geconjugeerde base van azijnzuur is acetaat. Hier in Binas tabel 49 kan je de vergelijking zien van azijnzuur en acetaat. Azijnzuur CH3COOH plus H2O reageert als zwak zuur, ja, in evenwicht, dus een evenwichtsreactie. En dat wordt CH3COO min, dus acetaat, en H3O plus. We noemen het acetaation het zuurrestion van azijnzuur. En dat is ook wel de geconjugeerde base. Ja? Want een zuur kan een H plus afstaan en een base kan een H plus opnemen. Gaat dit snel? Weet je niet meer precies hoe die zwakke base en zwakke zuren hoe die werken? Ja? Kijk even naar een van mijn vorige filmpjes over zwakke zuren en bazen. Oké, we hebben azijnzuur. Stel je nou voor dat ik azijnzuur oplos, dan krijg ik dus deze reactie. En dan zie je, ja, of dat weet je misschien nog van de vorige keer, dat het evenwicht heel erg naar links ligt. Ik heb dus heel veel azijnzuurmoleculen en ik heb heel weinig acetaationen. Toch buffert deze oplossing al een klein beetje. En ik wil het laten zien, ja, door een base toe te voegen, OH-ionen en H3O plus ionen. Het is nog steeds geen bufferoplossing. Goed onthouden, dit is geen bufferoplossing als ik alleen maar azijnzuur moleculen ga oplossen. Stel je nou voor, ja, ik ga bazen toevoegen. Die bazen, bijvoorbeeld OH-ionen, die reageren met mijn H3O plus ionen en die vangen ze dus weg. De concentratie H3O plus die gaat naar beneden, ja, die wordt minder, want H3O plus en OH min, dat wordt natuurlijk water. Maar de K van constant, ja, een zuurconstante, dit moet gelijk blijven. Dus wat gebeurt er? Er reageert meer azijnzuur deze kant op en dan wordt mijn concentratie CH3COO min een klein beetje hoger en mijn H3O plus wordt aangevuld door deze reactie. Ja, dus op deze manier compenseert dit hele systeem al een klein beetje voor als ik een base toevoeg. Als ik echter een zuur toevoeg, nou, als ik een zuur toevoeg, dan wordt deze concentratie, die H3O plus ionen, hè, als ik wat H3O plus bij die oplossing gooi, dan wordt mijn concentratie H3O plus ionen, die wordt groter, maar mijn H3O plus ionen, dus hier deze concentratie wordt groter, mijn H3O plus ionen kunnen niet met mijn acetaat wegreageren om de vergelijking kloppend te maken, zodat er iets meer azijnzuur wordt. Want er is namelijk maar heel weinig acetaat in mijn oplossing. Dus dit systeem buffert al wel voor een base die je kan toevoegen, maar hij buffert nog niet voor een zuur. Dat moeten we dus oplossen. Hoe doen we dat? Nou, een buffer heeft een 1-op-1 verhouding, idealiter, ja, van het zuur en het zuurrestion, of de base, de geconjugeerde base, wel te verstaan. Dus als die verhouding 1-op-1 is, dan buffert die beide kanten op. Ja, en dan heb je dus een systeem waarin als je er een klein beetje zuur of een klein beetje base bij gooit, het pH toch nog redelijk stabiel is. Nou, is 1-op-1 idealiter, zeg ik al wel, maar hè, als de verhouding 1-op-10 is, of 10-op-1, dan doet die buffer het ook nog wel. Ga je veel verder van die 1-op-10 verhouding, ja, dan buffert die steeds minder goed. Dus die verhouding 1-op-1 is wel, hè, is wel belangrijk om te zorgen dat het een goede buffer is en dat die zo sterk mogelijk is. Nou, wat zijn nou de toepassingen van zo'n buffersysteem? Ja, daar gaan we in het volgende filmpje gaan we het over hebben. Bijvoorbeeld, je zou als je de pH weet en je weet natuurlijk met welk zuur en geconjugeerde base je werkt, dan kan je de KZ opzoeken. En als je de KZ en de pH weet, ja, dan kan je die H3O plus concentratie berekenen. En dan weet je van oké, dat is de verhouding waarin dat acetaat en azijnzuur met elkaar in die oplossing zitten. Andersom kan natuurlijk ook als je... dat is de tweede die ik net heb gezegd. Andersom kan het natuurlijk ook, ja, je kan als je de verhouding kent van de azijnzuur en het zuurrestion, dan kan je ook de pH alvast uitrekenen van de buffer die jij gaat maken. Dus zo zijn er twee toepassingen en daar gaan we straks in het volgende filmpje wat mee rekenen. Ja, voor nu, dit is het begrip. Zometeen aan de slag. Succes! Kijken.
Bam! Ja, dat is beter. Hoger zou nog beter zijn. Wat ook moeilijk te nemen, een plafond. Ja, maar dat kan. Wat? Gewoon overboord, Mark.